Lawal met de actie. Kan hij de bal goed voorgeven? Komt die bal goed voor? Is er ruimte? En is het schot? Oh ja! Het is een doelpunt! Het is Luipers die de bal erin had! Komt die bal voor van Lawal? En Luipers knalt de bal knalhard onder de lat van Abiati. En is het 1-0 voorsprong van Roda? Het is de eerste keer dat er iemand de achterlijn haalt überhaupt van het een van de twee teams. En Luipers haalt zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda. Laat ze maar komen. Ja, ik zeg het, we hebben niks te verliezen, dus laat ze maar komen. Ze zijn nog niet van ons af. Tukunoshi Kerkrade. Ki? Kerkrade. No. Cosa sapete di Roda? Vediamo domani cosa sappiamo. Non più? Veramente le conosciamo bene. Nu zegt van de scheidsrechter laat zich wel intimideren door de omgeving. Omgeving en de club zeker. De club is een grootheid op zich en is een van de grootste clubs ter wereld. Dus misschien dat ze nu op deze moment nog niet echt op het topniveau zitten, maar dit blijft en zal altijd een topclub blijven. Het omstreden interview in VI, heeft u daarmee de ploeg een heel Roda op scherp willen zetten? Nee, is in ieder geval niet de bedoeling geweest. Het was een heel slecht interview. U heeft er echt spijt van? Zeker heb ik er spijt van. En vooral zoals het interview gebracht is. Is zeker zo niet gezegd. U ontkent de uitspraken? Heel veel wel, niet alles uiteraard. Maar vooral de covervoren en het begin van het interview. U voelt zich niet gekrenkt? Ja, natuurlijk voel ik mij gekrenkt. Ik denk met die mate dat ik dat ook moet zijn in mijn beroepseer. Maar langs de andere kant is het belang van Roda groter dan mijn belang. Hè? Dus u blijft gewoon bij de club? Ah, ik blijf momenteel mijn spelers en mijn staf trouwen natuurlijk. Maar we moeten natuurlijk kijken op lange termijn wat dat blijkt, of dat respect er is. U mist het respect? Ik vond met name de uitlating niet goed, is ook rechtgezet. Maar met die mate moeten we het ook maken dat wij... naar het langere beleid toe, dat we moeten zien dat dit Roda niet meer overkomt. Ja, dat had ik wel nooit gezien, dat kun je normaal niet voor. En dan komen die spelers binnen, die hebben niks bij zich en zo gaat. En alles is verzorgd. Dat wordt gewoon voor ze gedragen. Ja, het is echt gewoon een heksenketel eromheen, hartstikke veel lui lopen eromheen. En dat wordt allemaal afgeschermd, die spelers. En als ze us dan erbij zitten, dan is het wel heel anders. Zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. En ik moet zeggen, ik gun het in Milan ook. En ik gun het zeker ook Roda ook. Met Luipers die mee naar voren komt. Geweldig. 1-0 voor Roda in Milaan in San Siro. Dat is dat sprookje. Roda voor in San Siro tegen AC Milan. Dat wil je toch niet geloven? Nou wel als je de wedstrijd ziet. Luipers scoort. Het is 1-0. En nu moet ik het nog zien ook. Mark had Geer getraind op het nemen van strafschoppen. Ja, we hebben voorop getraind. Ja. We waren niet te zien. Dat was niet te zien? Ja. Nou ja, goed, zo'n moment is anders. Hè. Dan komen er andere dingen bij kijken. Erik van der Leur. Erik van der Leur. Wijfelt een keer. En schiet hem dan. Hoog over. Oh mijn god. Van der Leur. Ik denk dat het probleem is geweest over die... De derde en de vierde miste. Ik bedoel dat ik eigenlijk niet met een eigen hoek of zoiets. Ik heb puur voor de zekerheid gekozen. En dat ging dus net mis.